Ik ben Milena, ik ben 12 jaar oud en ik ben blind. En ja, het is al bijna 3 uur. Nee, het is bijna... Hoe laat is het al? Nou, lang niet. 3:10. Oh. En we hebben een lekker chill dagje gehad. We gaan zo met mijn oom en tante gaan we ergens heen. Dan gaan we daar eten en naar het zandstrand. Dus dat vind ik wel echt heel lekker. Want ik hou echt niet van die kiezelstenen. Maar mijn vader die is ook een beetje aan blind worden. Heppa. Want hij dacht dat hij dan was en hij liep tegen de spiegel aan. Nou, als het lukt doen we een poll, maar welk, wat heeft hij zich aan de spiegel gestoten? Met welk lichaamsdeel, ding? Dus vul de poll in als het lukt om een poll te maken, want nu doen we het natuurlijk met de iPad en met de telefoon in plaats van met de computer. Dus ja, we gaan even kijken of het lukt en anders kunnen jullie het gewoon in de reacties zetten. Hij liep van die kamer naar die kamer, maar waarschijnlijk dacht hij dat hier al de deur was van Marie, van onze echt? Kamer. Dus ja, en toen heeft hij zich gestoten. Arme. Ah. Ah. Nou, zometeen met de boot naar het eiland. Hoe heet het eiland ook alweer waar we heen gaan? Pasman. Pasman. Ja. Pasman. Oké, fijn. Ja. Nou, tot zo op de boot. Jo, tot zo. Marie. Ja. Debbie. Een muispot. Nee, nee, zo bijna op. Ja, ik was even op zoek naar mijn camera, maar die ben ik... Maar die hebben ze thuis gegeven. Waarschijnlijk. Waarschijnlijk wel, ja. Ik heb er ook één, ik heb er één van de grill, kijk. En ik heb er één uit de boot. Ja, gekookt. Nou, op naar de boot, jongens. Zo is dat. Ja. Ik heb er zin. Nou, we zijn nu bij de veerboot en dan gaan we zo even op en dan gaan we even naar het eiland. Dus ja. Ja. Helemaal de wispel toe. Mijn meisje kwam eerder op dan mijn moeder en mijn moeder was echt al veel eerder aan het doen. Ik denk wel. We zijn net nou op tijd, weer? Hè, jongens. Nou, let's go. We zijn net opgestapt. Daar hebben we de haven. Daar liggen al mijn tante ook met hun boot. En de andere kant. Dan is hier dit stadje. Daar komen we dan vandaan. En daar gaan we dan vandaan. En hier zitten we dan op onze gele stoeltjes, hè Marie? Gezellig, hè Marie? Lekker windje. Heel gezellig. Niet zo enthousiast, schat. Joehoe! Nou, we zijn op het midden van het water, maar we gaan het ook filmen. Oké, ik wilde ook nog even in beeld. Hoi! Lekker varen! Sorry voor de wind. Heel veel wind. Nog meer wind. Van 1998, dat is, wat is het, 19 jaar geleden is gebeurd. Nou, vertel ze maar. Nou, Marina lacht ons alweer uit. We waren aan de andere kant van het eiland, van dit eiland waar we nu naartoe gaan, naar Pasman. Waren we aan de andere kant met een zeilboot, met oom en tante. Maar Rob die vond zeilen gewoon zo eng, dat we zo scheef gingen en alles. En toen durfden we dus niet meer terug te zeilen, want dan zouden we dus een zon uit, maar van achter vandaan. Robert en Marina zijn alvast in het water, ik ga zo. Maar het hoesje vertrouw ik even niet, want er was een stukje ergens afgebroken. Dat is volgens mij alleen maar om open en dit te doen. Dus daar ga ik straks nog even goed naar kijken. Dus ik denk vandaag even geen filmpjes in het water. Nou, helaas. Doei. Ja. Kijk, ja, die is al dood. Maar die heeft gele strepen. Stijt op. Kako? Sarba. Sarba. Sarpa.
Je, Sarba. Je. Se. Se, Sarba. Ah. Sarba. Ah. Die meneer heeft, net als die buurman... Ja, gooit hem erin. Lippen. Wala van lippen. Wala. Moet je je handen even wassen? We zijn nog op het eiland en nu zegt de vis restaurant hier vangen ze echt zelf de vis, zelfs de vis, gewoon echt hele verse vis en het is lekker. Dus wat heb jij? Inktvis. Je vader heeft ook een inktvis, maar die komt van de grill af. En tante heeft tijtik, tuna. En ik heb zwarte risotto. En oom heeft ook een inktvis op zijn bord. Gewoon een hele inktvis. Ja. Eigenlijk moet je Marie even laten zien. Ja. Ja joh, dat is echt klein stukje proeven. Moet je kijken. Ja, maar je moet echt even kijken. Met je vinger. Zijn lijf. Zo loopt hij. Zijn lijf en dan komen daar zijn benen. Ah. Lor en benen. Lor en benen. Nou, eet smakelijk allemaal. Dobbertek. Dobbertek. Nou, achter me zie je de lichtjes als beeldraad. Nou,